ga een pizzeria openen. Alleen heeft er nog iemand een pizzeria geopend in Blokburg. Alleen door middel van dit geheime recept weet ik zeker dat mijn pizzeria veel beter gaat worden dan die andere. Alleen, van wie is die andere pizzeria eigenlijk? Oké, laat ik maar meteen even gaan kijken van wie die andere pizzeria is. Ik ga eerst naar Santino toe. Santino moet mee. Hallo, Santino. Open doen. Open doen. Of ben je weer van steen? Oké, gelukkig. Je bent niet van steen. Nee, vandaag niet. Hé, ik heb een idee. Ik ga een pizzeria openen, want ik heb hier namelijk een geheim recept waarmee ik de beste pizza's ooit kan maken. Alleen, er is een probleem. Een probleem? Hoe kom jij opeens op een pizzeria openen? Hebben we wel genoeg plek hier in deze stad daarvoor? Ja, de gamewinkel waar Game Robo was, die is helemaal kapot. En daar heb ik een pizzeria gebouwd. Maar er is nog iemand met hetzelfde idee geweest. Maar, Echt? Ja, maar we moeten dus even kijken van wie die andere pizzeria is. Want wij moeten natuurlijk wel winnen. Maar dat komt met dit gerecht wel goed. Kom. Weet je het heel... Wacht, laat eens eventjes zien. Laat eens even zien. Ja, wat dan? Wat? Hij is goed. Dit gaat de beste pizza ooit worden. Ik heb het helemaal zelf gemaakt. Helemaal zelf bedacht. Ja. Is toch lekker? Ja. Oké, kom. We moeten er even naartoe. Het restaurant gaat straks open. Het restaurant gaat straks open, Santino. Oké, we moeten opschieten. Kom, snel. Hallo, Vinnie. Open doen. Hey, Vinnie. Waar is Vinnie nou weer? Kom, we gaan via achter, Santino. Vinnie, hallo. Meneer Piggy is er wel. Waar zijn zijn deuren? Ik heb nog zijn deuren. Wacht, ik heb zijn deuren nog. Die heb jij de vorige keer gestolen. Ja, sorry. Hallo, Vinnie. Mogen we wel hier naar binnen komen? Waarschijnlijk niet. Hallo, Vinnie. Ik ben de burgemeester. Is hij weer aan het gamen? Nee. Huh? Hij ligt ook niet te slapen, Jesse. Oké. Wel, ik heb een ander idee. Kom. Oké. Wel de deur natuurlijk even netjes dicht doen. We vragen gewoon Noob 1234 mee, ja? Noob 123. Wat denk jij, dat hij een pizza kan bakken? Nee, hij kan toch mee kijken of wie die nieuwe pizzeria is. Misschien kan hij die nieuwe pizzeria afleiden. Hallo! Noob! Hallo? Hey, Noob. Hallo? Hij heeft een heel klein huis. Waarom is er niemand thuis? Hij is niet thuis. Misschien zijn ze bij die andere pizzeria. Daar ben ik bang voor. En ze hebben ons niet uitgenodigd. Dat vind ik niet leuk. Nou, laten we daar maar heen gaan, oké? Okay? Ja, is goed. Santino, aanschouw mijn nieuwe pizzeria. En je ziet dat die andere pizzeria, die is letterlijk naast mijn pizzeria gebouwd. Ja, het is een hele mooie pizzeria. Yes. Die andere is ook wel mooi. Die rechter is van mij natuurlijk, met de kleur rood. Die rechter is van jou. Waarom staat er een lange rij bij die andere pizzeria? Santino, hey! Santino, kom eens! Ja? Kom eens! Wat is er? Dat is letterlijk de bulder, politieagent, de noob staan daar in de rij. En bij mij helemaal niemand. Logisch, want hij is nog niet open. Ik weet zeker als mijn open gaat dat hij veel beter gaat lopen. Dat weet ik zeker. Ik ben best wel benieuwd eigenlijk naar die pizza op dit moment. Dus als je het niet erg vindt, dan ga ik even kijken. Van wie is deze pizzeria überhaupt? Wie staat er achter de balie? Hallo? Wie is dat? Santino. Wie is dit? Oh mijn god. Santino, dit is letterlijk Vinnie. Dit is letterlijk Vinnie. Vinnie aan het nadoen. Waarom is Vinnie nou weer pizza's aan het pakken? Dit meen je niet. Wacht, Santino. Kom. Ik wil het bespreken. Ja, ik kom eraan. Ik wil een deal met je sluiten. Oké, wat voor deal is dat dan? Ik geef jou één diamond als je voor mij komt werken. En dan moeten we Vinnie saboteren, want ik heb een betere pizzeria. Maar één diamond per pizza die ik maak, of niet? Eén diamond per dag dat je bij me werkt. Zullen we dat doen? Ja, ik ben je baas, hè? Nu ben ik jouw baas. Nu ben ik baas. Oké, 3, 2, 1. Hand erop. Auw. 3, 2, 1. Box. Auw. Ja, mooi. Wacht even, jij bent nu mijn baas? Ja, toen politieagent waren, was jij mijn baas. Maar nu ben ik jouw baas. Ik ben de pizzeria, meneer. En ik kan de beste pizza's maken in de hele wereld. Door middel van mijn geheime recept. Ik denk dat ik dit toch afsla dan. Yes? Ik heb nog wat was. Oké, Santino. Zullen we het samen doen dan? Ik wil ook... Oké, hand erop. Jij wilt toch ook gewoon beter worden dan Vinnie? Of een betere pizzeria krijgen dan Vinnie? Ja, klopt. Oké, kom, ik heb een idee. Santino, kom, ik heb een plan. We gaan gewoon naar binnen toe als klant. En dan gaan we gewoon eens even kijken of die pizza's wel lekker zijn. Lekker. Hallo, Vinnie. Hallo. Hi, Vinnie. Hallo. Hey. Kom, we gaan hier zitten. Welkom bij Pizzeria da Vinnie. Wat kan ik voor je betekenen? Ik wil graag de lekkerste pizza die je hebt. Is dat goed? Oké.
Ja, is goed. En jij, Santino? Ik wilde je lekkerste hamburger. Ik bedoel pizza. Het is een pizzeria, Santino. Ja, sorry. Ik bedoel je allerlekkerste pizza die je hebt. Okay, die ene dus... die daar zo in dat beeld zit. Daar zo. Daar, die welke? Die helemaal links. Ja, helemaal links. Oh, okay. Ik ben helemaal links. Zie je, de middelste, er zit groen op. Dat vind ik niet lekker. Ja, nee, ik wil de middelste. Maar dat kost wel 1 iron per pizza. Hebben jullie dat? Jij hebt je portemonnee, hè? Nee, jij hebt je portemonnee. Toch? Ik heb helemaal niks bij me. Jij hebt me uitgenodigd. Ik heb letterlijk helemaal niks. Ik heb... nee, ik heb niks. Maar we zijn toch vrienden? Je kan dit toch best wel geven aan ons? Of moeten we echt per se betalen? Nee, dan gaat mijn zaak verlies leiden. Dat moet ook niet gebeuren natuurlijk. Alsof dat heel erg... Boeien! Ja. Nee, je gaat sowieso verlies leiden, want al die klanten buiten zitten te wachten terwijl jij hier met ons staat. Ja, en zij hebben wel Aaron, dus ik kan hun wel een pizzatje gaan geven. Okay. Dus doei. Santino. Fini, wij gaan geld halen. Santino, kom. Ja, ik kom. Oh, het ruikt zo lekker daar binnen. Ik heb zoveel zin in pizza. We moeten een plan bedenken. We moeten eigenlijk die pizza van Vinnie wel eventjes proeven. Om te kijken of die echt wel zo lekker is. En dan zorgen wij er gewoon voor dat die van ons lekkerder is. En ik weet het zeker. Als ik mijn winkel opengooi, dan komen al die klanten naar mij toe. Ik mag dat voor je hopen. Ja, zie, ik hoop ook echt dat je veel meer geld verdient dan Vinnie. Santino, jij hebt vast wel geld. Ik heb wel het een en ander rond liggen inderdaad. Ja, ik heb geen iron. Dus ik heb een idee. Als jij jouw iron even pakt, dan blijf ik hier bij te wachten. En dan betaal jij de pizza's. Ja, is goed. Kun je ook meteen al een diamond voor me meenemen? Sinds ik bij jou in dienst ga komen, dan wil ik al meteen voorbereiden. We zouden het toch samen doen? Dan telt die diamond niet meer. Nee, jawel. Nee, dat heb je niet gezegd. Ga jij me die iron halen, dan ga ik wel die diamond voor jou halen, ja? Ja, is goed. En Jesse, doen hè? Doe Oké, ik heb echt een perfect idee. We gaan gewoon een pizza bij Vinnie kopen. En dan gaan we vervolgens die pizza proeven. En dan zorgen wij er gewoon voor dat wij een lekkerdere pizza maken. En dan komen al die klanten gewoon naar mij toe. Dan gaat Vinnie failliet. En dan verdien ik echt een miljoen diamonds terug. Dus deze ene diamond, dat boeit dan niet eens meer. Dus Santino, heb je je iron? Open doen. Wacht even. Ik moet heel even kijken. Zet je... Heb ik nou wel iron? Boe! Nee! Je achterdeur, nou hier? Je achterdeur zit altijd open. Ik heb mijn iron, ja. Oei. Oké, ik heb hier een diamond voor jou. Zo. Ja, heel nice. Oh, die ziet er goed uit. Kom. Ja, die ga ik heel even... Zo, hop. Oké, ja. Waar ligt die? Ja, dat hoef jij niet te weten. Kom, we gaan lekker naar Vinnie toe. Oké, Santino, ik heb een idee. Ga jij naar binnen toe, dan blijf ik buiten wachten. Want anders moeten we 2 pizzas kopen, dat is zonde. En dan vragen we naar Vinnie de allerlekkerste pizza die hij heeft. En dan gaan we die proeven en dan gaan we die zelf in onze eigen pizzeria namaken, ja? Ja, dat is goed. Dat is een goed idee. Waarschijnlijk is hij toch heel erg vies. Dus, maar je weet maar nooit, hè, Jesse. Je moet altijd je concurrentie onder ogen zien. Het kan altijd wel weer wat beter zijn. Ik ga jou straks ook mijn geheime recept laten proeven. En die is sowieso lekkerder dan die van Vinnie. Komt goed. Ja, pizza met komkommer, yes? Lekker. Ja, is toch lekker? Hoezo komkommer? Ja, dat is lekker. Deeg, kaas, tomaatsaus, ham, komkommer, ananas. Alle vertrouwen in je. Ik heb alle vertrouwen in je. Maar ik ga toch eerst even lekker die pizza bij Vinnie halen. Ik ben zo terug, ja? Oké, is goed. En terwijl Santino een pizza aan het halen is bij Vinnie, ga ik hier bij deze mijn eigen pizzeria openen. En deze is sowieso mooier en lekkerder dan die van Vinnie. Dus ik ga mijn eigen pizza maken. En er zijn verschillende stappen die ik moet volgen. Eerst moet ik het deeg rollen. Dan heb ik een deegroller nodig. En ik ben trouwens wat vergeten. Ik moet natuurlijk wel eventjes mijn werkkleding aan. Zo, dit staat een stuk mooier. En dan heb ik deeg nodig. Dat deeg zet ik hier neer. En dan moet ik dit dus even gaan rollen. En zo, oké, ik heb een pizzabodem. Stap 2 is kaas erop. Ik heb hier kaas liggen. Zo, doe ik wat kaas erop. Vervolgens tomatensaus. Ik heb hier wat tomatensaus. Zo. En dan ham, komkommer, peper en ananas. Dus hier pakken we de ham. Komkommer. Waar ligt de komkommer? Ik weet het niet. Peper en waar ligt nou weer de ananas? Hier, zo. Ananas. En waar lag de komkommer? Deze lag niet in de koelkast. Nou, joh, maakt niet uit. Het staat niet in het geheime recept dat hij in de koelkast moest. Dus de ham, dan de komkommer, de peper en dan de ananas. Zo, en het enige wat ik dan nog moet doen is de pizza even zo op de oven leggen. En dan wachten tot die klaar is. En dan heb je de lekkerste pizza in de hele wereld. Hallo, Yassi. Hallo, mijn eerste klant. Oh,
Jij eerste klant? Nee, ja. Ik ben het. Ik dacht dat dit mijn eerste klant was. Om een of andere reden komen er maar geen klanten naar mij toe. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar mijn pizza is bijna klaar, Satino. Ja? Ja, hij is klaar. Hij is klaar, hij is klaar, hij is klaar. Mag ik proeven dan? Ja, eerst die van Finny proeven. Eerst wil ik die van Finny proeven. Is het gelukt? Ik kom wel naar binnen. Maar voordat je binnenkomt, Satino, zijn er wel een paar belangrijke dingen. Ja? Als jij hier wil komen werken, moet je wel je werkkleding aan. Dus dan moet je even aantrekken. Alleen dan mag je de keuken in namelijk. Rood, top. Ja, is toch mooi? Ik vind het je heel mooi staan. Kom, ik kom eraan. En dan mag jij straks misschien via deze tas pizza's bezorgen. Dat kan je ook doen als je wil. Hallo, we doen deze zaak met z'n tweeën, toch? Waarom ben ik in één keer de minderheid? En dat ik de kok ben. Weet jij het geheim recept? Nee. Of kan jij het uitvoeren? Nee. Nee, dat is waar. Maar ik heb wel... De pizza verbrand. Dit bedoel ik al. Het is toch gelukt, Santino? Heb je de pizza's? Ik heb de pizza's. Oké, geef. Hier, alsjeblieft. Nee, dit en is die groene. Ja, dat, je moet leren eten. Nee, je moet dat leren eten. Proef jij maar voor me. Proef jij maar voor me, ja? Ik vind het niet lekker. Is hij lekker? Oh mijn god. Wat is er? Hij is vies, hè? Oh mijn god. Ik wil ook proeven. Ik wil ook proeven. Hier, alsjeblieft. Ik moet er nog een hebben. Wacht even, geef me één moment. Ik moet er nog een hebben. Nee, Santino. Nee. Zo lekker. Santino, kom nou eens hier. Santino. Wat? Tisser! Dit is helemaal niet de bedoeling, kom. Hoe bedoel je, is niet de bedoeling? Dit is verrukkelijk! Proef! Ik vind hem vies! Ik neem ontslag. Ik vind hem vies. Maar wacht dan maar tot je mijn hebt geproefd, Santino. Oké. Geef dan. Proef mijn pizza. Die is pas lekker. Ik denk dat ik niet een hele pizza in één keer naar binnen... Kun je even snijden, alsjeblieft? Ja... Ik vind hem ook trouwens een beetje raar ruiken of zo. Hoezo vind je hem raar ruiken? Kijk. Ik weet niet. Hier, heb je een paar pizza puntjes. Ik denk dat hij oprecht heel lekker is. Is hij lekker? Is beter dan die van Finny. Wat doe je? Hij is toch beter dan die van Finny? Wat doe je? Gadverdamme. Wat is er vies aan? Serieus. Wat denk je van de komkommer die erop zit? Ik heb het hele geheime recept zelf gemaakt, Santino. Laat eens even zien. Je hebt het toch al gezien? Hier gaat iets niet goed. Nee, wacht. Kaas, tomaat. Komkommer en ananas. Ja, is toch lekker? Komkommer. Nee, ik dacht, komkommer. Ik vind komkommer lekker. Ik vind ananas lekker, dus... Heb jij ooit komkommer gegeten op een pizza? Serieus? Dit is echt... Het is niet te harde, dit. Gadverdamme. Dit moet meteen vuur... Dit moet meteen weggegooid worden. Gadverdamme. Oké, Santino. Ik heb een beter... Ik heb een beter idee. Aangezien Finny letterlijk alle klanten heeft... Ja. Moeten we het geheime recept van Finny's delen. Gaan we nou weer een diefje spelen? Wil je geld verdienen of wil je geen geld verdienen in de pizzeria? Jesse, want ik ben ook een politieagent. Even, denk even na. Boeien, het is maar een geheime recept. We stelen niet zijn geld of zo. Oké, we doen het. Kom, we gaan gewoon via achter. We gaan kijken of Finny een achterdeur heeft. Ja. En dan moet jij hem afleiden, oké? Oké, dat is goed. Zal ik anders even mijn pakje uitdoen, dat hij niet weet dat ik het ben? Of tenminste, dat hij niet weet dat wij van een andere pizzeria zijn? Ja, is goed. Ga jij naar binnen en bestel gewoon nog een pizza. Is goed. En of ik dat ga doen. Oké, dan ga ik het geheime recept zoeken. Hallo, Finny! Hallo! Hey, hallo. Welkom bij Pizzeria da Finny. Hi. Lekker hoor, Finny. Heerlijk. Hey, luister. Ik wil eens even weer zo'n heerlijke Supreme pizza bestellen als het even kan. Een Supreme-pje. Ja, een Supreme-pje voor Satientje. Nou, dat is dan 1 iron. 1 iron? Kijk eens. Je krijgt zelfs een voortje. 2 iron. Dat vind ik heel erg aardig van je. Heerlijk. Ik wil zo snel als mogelijk. Ja, ik lus ook wel een pizza, Finny. Ik heb alleen geen geld. Mag het ook zonder, geld? Oké, omdat Santino mij 2 iron gegeven heeft, kan ik wel betalen. Ik trakteer. Dankjewel, jongens. Oké, hoe lang duurt het voordat het klaar is, Finny? Want we hebben wel honger. Ik ga ze nu meteen maken, dan gaan ze over en ik gok zo'n 20 minuutjes. Oké, is goed. Tot zo. Oké, doei. Kom. Ga weg. Het is gelukt. Kijk. Ik heb hier het geheime recept van Finny. Deegrollen, kaas, tomaat, ui en ham. Het klinkt toch veel normaler? Dit is toch saai? Mijn heeft lekker komkommer, peper, ananas. Bij mij zit er veel meer op. Dat is toch veel lekkerder? Weet je wat? Laten we deze gewoon gebruiken, ja? Oké. Wacht, zat die nou? Even mijn pakje aan zo. Deeg.
En dan moet jij moet hem rollen. Oké, okay, ik moet hem... Wacht, noem jij het even op wat ik dan moet doen. Zo, ja. Rob. Oké, okay, rollen. Rol. Ja, rol. Totdat hij helemaal plat is. Dan, kijk, doe ik er wat kaas op. En dan tomatensaus, uitjes en ham. Dus tomatensaus. Moet jij de uitjes erop doen? Heb je die? Kijk hier, heb je uitjes? Oh ja, uitjes. Ja. En hata. En dan heb ik de ham. Oh. En dan, kijk. Zo. Oh. En dan het enige wat wij nog moeten doen is hem weer op de oven leggen. Zo. Oh, en dan is het de kwestie van wachten, Santino. Dan denk ik oprecht dat we de lekkerste pizza ter wereld hebben. Alleen, dat moet wel. Alleen dat weet nog niemand. Dus anders ga jij gewoon flyeren en dan ga ik heel veel pizzas maken en dan ga ik ze snijden en dan ga ik die straks verkopen, ja? Hey, ik vind het een goed idee. Ik ga wel flyeren. Ja, oké, tot zo. Oké, de pizza is klaar, dus we pakken hier even de pizza. Ondertussen doe ik even al deze dingen terug in de koelkast. En het enige wat ik dan nog moet doen is de pizza snijden en dan wachten totdat de klanten binnenkomen. Jessie! Oh, hi! Sinds wanneer heb jij een pizzeria? Al heel erg lang. Hoezo? Laten we dan maar eentje proeven dan. Kijk, alsjeblieft! En jij hebt toch je eigen pizzeria, Vinnie? Wat is dit nou weer? Die heb ik helaas moeten sluiten, want al mijn klanten zijn dus hierheen gekomen. Oh mijn god, dan heeft het vleiden van Santino gewerkt. Dit is echt top. Maar mag ik nu ook mijn diamond? Hoezo, waar heb je het over? Santino zei dat ik een diamond kreeg als ik hier pizza kwam eten. Santino! 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 Hallo! Oh mijn god, hallo! Het is druk, hè? Santino! Oh, wat goed! Oh, wat heb je gedaan? Wat heb je voor een domme deal gedaan? Dat ze een diamond krijgen? Ja, ze krijgen een deal elke keer als ze een pizza hier bestellen. Dat kan ik helemaal niet betalen, Santino! Hoezo niet? Doei! Doei! Santino, dat kunnen we helemaal niet betalen! Nu zijn we letterlijk meteen al failliet! We hebben de pizzeria net geopend! Nee, maar kijk even wat voor rijden staat! Dit wou je toch, Jessie? Dit is toch perfect?